Philip, waar zit je nou? Hier, ik ben hier. Kun je iets vertellen over het nieuwe boek van Boer Boris? Ja, het nieuwe boek van Boer Boris, dat heet Boer Boris, een paard voor Sinterklaas. Oh. Oh. En ik heb gehoord dat dit misschien wel het beste boek van Sinterklaas is van het hele jaar. Kun je het voorlezen? Oh kijk, zegt Berend, er is post, een brief van Sinterklaas. Wat schrijft hij dan, vraagt Sam. Boer Boris zegt, hij schrijft, helaas, helaas moet ik vertellen dat wij schrokken met z'n allen toen hedenochtend vroeg mijn paard de trap af is gevallen. Stop maar, laat mij het maar doen. Ik kan dat veel beter, Philip. Hij hinkt, schrijft Sinterklaas. Met rust komt alles wel weer goed, maar hoe rijd ik op daken als het zonder schimmel moet? Ik zoek met spoed een ander paard, een paard met sterke benen. Ik vroeg me af, Boer Boris, mag ik Knol een weekje lenen? Philip, ik denk dat dit boek niet het beste boek is van het afgelopen jaar, van het hele jaar, maar van de afgelopen 10 jaar en ook nog wel de volgende 10 jaar. Nee, lezen! Wauw, jeetje, ja! Boer Boris, een paard voor Sinterklaas, ligt nu in de winkel. Kopen!